Over het Romeinse Rijk heb je vroeger op school echt ontzettend veel gehoord. Over het Arabische Rijk aanzienlijk minder, misschien wel helemaal niks. Terwijl het Arabische Rijk veel groter was dan het Romeinse Rijk en qua invloed absoluut zeer goed te vergelijken. Ik ga je het verhaal vertellen van de groei van het Arabische Rijk in 3 stappen. Stap 3. Tijdperk van de Abbasiden. Ik denk dat toen de Abbasiden de Omayyaden allemaal verslagen hadden, Damascus in puin lag en alle prinsen waren verdreven, dat ze toen een beetje het gevoel hadden wat Donald Trump misschien had toen hij de volgende ochtend na zijn verkiezing wakker werd. Oh, we hebben gewonnen. Wat nu? Het gekke van zo'n politieke omwenteling is dat je natuurlijk eerst heel erg bezig bent om je overwinning überhaupt te behalen. En dat zodra je dan gewonnen hebt, eigenlijk het echte werk pas gaat beginnen. De Abbasiden hebben vermoedelijk iets vergelijkbaars gehad. De eerste echte kalif van de Abbasiden, de machthebber, die heeft nauwelijks echt tijd gehad om te beginnen met besturen. Het is vooral de tweede kalif geweest, Al-Mansur, die de touwtjes van het bestuur stevig in handen nam. En hij moet om zich heen hebben gekeken en gedacht, nu ben ik dus alleen heerser in zo'n gigantisch rijk. Hoe gaan we het in vredesnaam oplossen? Hoe gaan we hier ooit orde op zaken stellen? Hoe zorgen we ervoor dat we dat enorme rijk maar eens eerst binnen de perken houden, dat de belastingen worden geheven en dat iedereen doet wat hij moet doen? Er waren natuurlijk enorme uitdagingen voor de nieuwe dynastie. Op het vlak van het bouwen van nieuwe infrastructuur, nieuwe steden, nieuwe gebouwen. Maar ook het heffen van belastingen en te zorgen dat de politieke rust bleef in het enorme rijk. De grenzen moesten bewaakt worden. Er moest van A naar B gereisd kunnen worden. Administratie werd natuurlijk van steeds groter belang. De kunst begon te groeien en de medicijnen waren steeds meer belangrijk geworden in het rijk. Allemaal grote uitdagingen waarvoor de nieuwe dynastie kwam te staan. En de vraag is, hoe ga je dat dan oplossen? Als je dan op een dag wakker wordt en erachter komt, wacht even, ik ben de alleenheerser van het belangrijkste rijk ter wereld. Al-Mansur kende al die problemen, maar Al-Mansur was ook iemand die van wanten wist. Hij deed 2 belangrijke dingen om ervoor te zorgen dat hij greep kreeg op het enorme rijk. In de eerste plaats ging hij op zoek naar een nieuwe stad. Hij dacht, we gaan opnieuw beginnen, we laten Damascus achter ons, we gaan niet vanuit Mekka regeren, maar we zoeken een nieuwe plek, een nieuwe machtsbasis. Dichter ook bij de plek waar de mensen woonden die hem hadden geholpen om aan de macht te komen, vlakbij Perzië. Maar Al-Mansur dacht, ik wil een perfecte stad ontwikkelen, een stad die natuurlijk nog niet bestaat. En hij ging, zegt het verhaal, zelf op pad om de beste locatie, de beste plek te gaan vinden voor deze splinternieuwe stad die in zo'n korte tijd zo belangrijk moest gaan worden. En hij reisde rond, zegt het verhaal, naar verschillende plekken. Plekken waarvan hij had gehoord dat ze interessant waren, dat ze strategisch handig lagen of dat ze bijvoorbeeld aan de Tigrisrivier lagen. En op een dag kwam hij dan aan, daar bij de Tigrisrivier, op een mooi stukje grond waar een klein kloostertje stond. En het verhaal zegt dat Al-Mansur overnachtte in het kloostertje, bij de monniken daar zo. En dat hij de volgende ochtend wakker wordt en zei, ik heb in mijn leven nog nooit zo lekker geslapen. Hier aan de Tigris, handige strategische plek, vlak bij de Perzen en een plek waar ik heerlijk geslapen heb, daar komt mijn nieuwe stad. En dat komt mooi uit, zei de monniken, want we hadden al eens een droom dat hier ooit zo'n fantastisch kolossale stad zou gaan verrijzen. En de kolossale stad was het. Duizenden mensen zetten Al-Mansur aan het werk. De beste architecten hielpen mee om de stad een groot succes te maken. Het werd een perfect ronde citadel. Naar voorbeeld van Persische steden die al eeuwen daarvoor werden gebouwd op die manier. In het midden stond de moskee en daar vlakbij stond natuurlijk het paleis. Daaromheen lagen allerlei bestuurslagen en soldaten. En pas dan kwamen de randen van de stad in zicht. Maar Bagdad, want dat werd de stad, Bagdad werd al zo snel zo groot dat ook buiten de muren van de stad gigantische wijken optrokken waar men handel begon te drijven, waar men nieuwe industrieën ontwikkelde en waar men een levendigheid tegenkwam die je bijna nergens anders op dat moment ter wereld tegen kon komen. Bagdad werd met de grootste zorgvuldigheid uit de grond gestampt. En een verhaal van later, toen Bagdad al zo groot was geworden, dat illustreert het goed, want naast de vele ziekenhuizen die er al waren in Bagdad moesten nieuwe worden gebouwd. En men vroeg zich af, wat is nou de perfectste plek voor een ziekenhuis? En het schijnt dat er toen 4 plekken in de stad zijn geselecteerd die misschien wel de beste zouden kunnen zijn. En dat er toen slimmerikken waren die op een grote paal een stuk vlees hebben opgehangen. En daar een paar weken hebben laten hangen. Na een paar weken zijn ze gaan kijken om te zien waar het vlees het meest rottend was. En de plek waar het vlees het minst aan verrotting was overgegeven, dat was dan natuurlijk de meest uitgekiende plek voor een nieuw ziekenhuis. Bagdad was de place to be en binnen 50 jaar was het de grootste en belangrijkste stad ter wereld. Het tweede wat Al-Mansur deed is goed kijken naar alle problemen die ontstonden. En hij probeerde alle knappe koppen uit het rijk bij zich te verzamelen. En dus zei Al-Mansur toen hij daar op zijn troon zat in een spliksplinternieuwe stad, ik wil dat alle knappe koppen,
En alle boeken die erbij horen, zich allemaal gaan verzamelen om mij heen in deze splinternieuwe stad. En er ontstond een gigantische uittocht vanuit alle andere steden richting Bagdad. Wetenschappers, of ze nou wilden of niet, werden met boeken en al verzameld naar Bagdad. En in Bagdad ontstonden gigantische bibliotheken met werken uit de hele bekende wereld op dat moment. Geschreven in het Grieks uit het Oost-Romeinse Rijk. Of geschreven in het Farsi uit het Perzische Rijk. Bronnen uit India, bronnen uit Alexandrië en Egypte. En nog veel meer andere soorten bronnen in allerlei soorten talen opgesteld, werden verzameld daar in Bagdad. Bagdad werd de wetenschappelijke intellectuele hub van de bekende wereld. En de volgende fase voor Al-Mansur en zijn opvolgers was natuurlijk dat al die werken uit al die verschillende talen vertaald moesten worden naar het Arabisch. En dus gingen er heel veel mensen aan de slag, vertalers. Overal ter wereld kwamen ze vandaan. Ze behoorden tot de best betaalde mensen daar in Bagdad. Vertalers van al die verschillende werken. Het was een interculturele aangelegenheid, het was een interreligieuze aangelegenheid. Want wat je nou precies geloofde, of welke taal je nou specifiek sprak, dat maakte niet zoveel uit als je maar kon helpen met het vertalen van al die boeken. Al-Mansur dacht, in die boeken staat wijsheid over wiskunde en geometrie, over medicijnen en over geloofsverdediging en alle andere problemen die we tegenkomen. En als we dat kunnen vertalen in een taal die we allemaal spreken, het Arabisch, dan zorgen we ervoor dat alle kennis om alle problemen die we hebben op te lossen verzameld is daar in de hoofdstad Bagdad. En dus als er ergens een plek was ter wereld waar je Aristoteles kon lezen en Plotinus en Plato en Archimedes en vele andere mensen, dan was het in Bagdad. En dat is wat ze lazen daar zo, in Bagdad. Aristoteles in het Arabisch. Archimedes in het Arabisch. En nog veel meer slimme koppen, allemaal vertaald naar het Arabisch. Het wordt de vertaalbeweging genoemd uit de 8e en de 9e eeuw na Christus. Dan begint de wetenschappelijke ontwikkeling. Dan begint de wetenschappelijke groei van het Arabische Rijk. En alle teksten ter wereld bevinden zich dan op dat moment daar in die bibliotheken van Bagdad. En alle wetenschappers ter wereld gaan langzaam maar zeker allemaal richting Bagdad. Om daar te werken aan filosofie en aan wiskunde en aan geometrie en aan architectuur en alle andere dingen die erbij komen kijken. Uitsmijter. Het Rijk van de Abbasiden wordt een inspiratiebron voor een heleboel andere culturen en volken die kijken naar Bagdad en kijken naar de kalif en zeggen, wat een wereldrijk zit daar. Maar ook voor moslims, tot op de dag van vandaag. En als Nederlanders die vandaag de dag terugkijken naar de 17e eeuw, de gouden eeuw waarin de basis werd gelegd voor het Nederland van vandaag, zo zullen veel islamieten terugkijken naar de Abbasidische tijd, met de vertaalbeweging en de gouden eeuw uit de islamitische tijd. En soms zien je het terug op televisie. Want de Abbasiden hadden een vlag toen ze de Omayyaden versloegen. De vlag die ze meedroegen op het strijdveld was een zwarte vlag. Het is de zwarte vlag die je vandaag de dag nog vaak op televisie ziet. In de tijd van de Abbasiden stonden er nog geen witte letters op. Maar in onze tijd staat de Shahada, de geloofsbelijdenis, nu ook op die zwarte vlag. En de Abbasiden zeiden, die zwarte vlag hebben we al ooit meegenomen van Mohammed, die hem zelf ooit voerde. Maar de zwarte vlag gaat symbool staan voor een soenitische islam, die in alle opzichten superieur is over de hele wereld. En dus zijn er vandaag de dag nog steeds veel islamitische organisaties die de zwarte vlag voeren. En op een of andere manier zeggen ze daarmee, we willen terug naar de tijd dat het Arabische Rijk het werelddominerende rijk was. Waarin alle islamieten in één groot rijk leefden, met één kalif aan de top en één gezamenlijke religie. Al-Qaeda zwaait met de zwarte vlag, Al-Nusra zwaaide met de zwarte vlag. En ook de islamitische staat, natuurlijk, islamitisch kalifaat, zwaait met die zwarte vlag. Als een verlangen, terugverlangen naar gouden eeuwen van de islam. Natuurlijk, er komen allerlei gruwelijkheden bij kijken. Maar het is hetzelfde sentiment. Het sentiment naar een tijd waarin jouw cultuur, jouw religie, jouw nationaliteit over de hele wereld bekend stond om zijn glorie.